Goedemorgen allemaal. Ik wil verder gaan met het tweede deel van het college over ECG's. Anthony heeft al een beetje meer de fysiologie uitgelegd en ik zal meer de klinische praktijk uitleggen. Ik ben vergeten de ECG-kaartjes uit te delen. Kom maar, ja, ECG 2 daar. Dit zijn zakkaartjes. Die kunnen jullie gebruiken. Ik ben Jonas de Jong. Ik ben de cardioloog in het OVG. Ik ben opgeleid hier in het AMC. En 17 jaar geleden zat ik waar jullie zaten. In 1995 ben ik begonnen met geneeskunde. En ik dacht, voordat ik iets vertel over ECG, is misschien aardig om ook daar wat over te horen, hoe dat gaat. Want dat horen jullie misschien niet zo vaak. In 2002 ben ik begonnen als een opleiding tot cardioloog hier in het AMC. En ben daarna fellow elektrofysiologie geworden, ben gepromoveerd. En nu uiteindelijk zeg maar aangekomen bij het eindstation van de trein waar jullie nu opgestapt zijn. Dus dan heb je een idee hoe lang dat gaat duren. Over 17 jaar zijn jullie misschien ook zover. En dit is het salaris. Het begint ongeveer rond de 2000 euro netto per maand als je klaar bent met de geneeskundeopleiding. En dan gaat het richting 3,5 en nu richting een beetje het alvast. Terug naar het onderwerp. Waarom maak je een ECG en waarom is het belangrijk om dat te leren? Het is een ECG is iets wat je heel vaak gebruikt in de klinische praktijk. En misschien denk je van ja, maar ik wil helemaal geen cardioloog worden, ik wil gewoon huisarts worden of ik wil psychiater worden. Ja, prima. Maar het is toch belangrijk om iets van het ECG te weten, want er zijn heel veel situaties waarin ook bij andere vakgebieden dat belangrijk is. Het is voor de huisarts bijvoorbeeld, voor screening, uitsluiten van hartziekte, kijken of er linkerventrikelhypertrofie is bij mensen die hypertensie hebben. Het gaat bij de cardiologie om acute dingen, bijvoorbeeld de diagnose van een acuut hartinfarct, ritmestoornissen. Iemand valt neer op straat, je sluit de defibrillator aan, moet je wel of niet defibrilleren. Dat zijn essentiële momenten waar je alleen maar met een ECG uit kan komen. En bijvoorbeeld voor andere vakgebieden ook, risico-inschatting voor medicatiegebruik. Dat je weet of je bijvoorbeeld haldol mag geven of antidepressiva als psychiater. Dat zijn dingen die soms ritmestoornissen kunnen veroorzaken en ook dan moet je zelf iets van het ECG weten. Ik heb zelf een website opgericht, ecgpedia.org. Ik kom ongeveer 6000 mensen per dag. En daar staat ook heel veel informatie, staan ook deze in presentaties. Daar kan je ook de zakkaartjes downloaden en uitprinten. En je kan ze ook kopen. Maar nu krijg je ze graag. Een klinisch ECG, dus zoals hier achter me, dat is iets wat je op een gegeven moment als co-assistent voor je krijgt. En dan moet je dus dan kan je even verdwaasd zijn door al die lijntjes en al die golfjes. Het is heel belangrijk dat je dan een begrip krijgt van hoe je daar een beetje systematisch naar moet kijken. En ik hoop dat we daar een begin van kunnen maken in dit uur. Anthony heeft al verteld wat de verschillende golven zijn die je ziet. Dus je ziet op het ECG de P-golf, het QRS-complex, de T-golf. De P-golf, dat is de boezemactivatie. Dus dat is de elektrische activatie van de boezem, atrium van het hart. Het QRS-complex, dus de activatie van de ventrikels, de hartkamers, die elektrisch actief worden. En de T-golf, dat is de herstelgolf of de repolarisatie. Ja, dat komt. Anton heeft laten zien dat je actiepotentialen hebt in hartcellen, maar dat ziet er anders uit dan het oppervlakte ECG. Dat komt omdat het oppervlakte ECG een optelsom is van duizenden kleine actiepotentiaaltjes, miljoenen, miljarden.
En wat je dus op het oppervlakte ECG ziet, is het verschil tussen al die actiepotentialen. Dus je ziet het QRS-complex, omdat er een klein verschil is in timing tussen de apex van de ventrikels en de basale delen bij de kleppen, zeg maar, van de ventrikels. En dus daardoor krijg je een QRS-complex. Het ST-segment, dat loopt over de basislijn, omdat op dat moment al die hartcellen bovenin die actiepotentiaal zitten. En dan de T-golf, die ontstaat weer doordat er een verschil is aan het einde van de repolarisatie tussen die verschillende actiepotentialen van al die hartcellen. Nou, er zit ook specifiek geleidingsweefsel in het hart. Dat zijn cellen die sneller geleiden dan de andere. Het begint met de sinusknoop, onderdeel van het geleidingssysteem. Dat is eigenlijk een groepje hartcellen. Trommelstokje van het hart, zeg ik vaak tegen patiënten. En dus dat bepaalt hoe snel het hart klopt. Dan gaat het via het boezemweefsel naar de AV-knoop, een schakelstation tussen de boezems en de kamers. En dan via het geleidingsweefsel, de bundel van His, linker en rechter bundeltak, naar de ventrikels toe. En op elektrische signaal, dat lees je af met de ECG-elektrodes die je aansluit op de patiënt. En je hebt de extremiteitselektrodes, linker rechter arm, in die Eindhoven afleiding 1 geven. Een neutrale afleiding op het rechterbeen en de feet op de linkerbeen. Dan heb je de voorwandse elektrodes die over de borst van de patiënt gelegd worden. En dat kan je zien, die elektrodes, als een soort camera's die naar het hart kijken. Die kijken vanaf een bepaalde richting naar het hart en zien de elektrische activiteit in dat gebied. Dus je hebt afleiding 1, een AVL, dat is eigenlijk een groepje van twee afleidingen, die vanaf links, de laterale kant, naar het hart kijken. Je hebt ook een groepje aan de onderkant, 2, 3 AVF, dat zijn de onderwandse afleidingen, die kijken van onder naar het hart. Dus dat zijn afleidingen die horen bij elkaar. Het is niet het random, zeg maar. En je hebt de voorwandse afleidingen, en die kijken vanaf de voorwand naar het hart. Nou, dan kan je verschillende definities hebben voor wat die afleidingen zien. Dus die zien een positief, even kijken hoor. Positief complex, dus als de elektrische activiteit naar je toe komt. Een isoelektrisch complex, als het voorbij komt. En een negatief complex, als de elektrische activiteit van je afgaat. En hier nog een keer dan die afleidingen, met name die voorwandafleidingen. En dan zie je hier de patiënt met zijn voeten naar je toe doorgesneden. Hier het hart, linkerkamer, rechterkamer. En dan zie je dat die voorwandafleidingen naar verschillende gebiedjes van het hart kijken. V1, V2 kijken vooral naar het septum van de linkerkamer. V3, V4 anterior van de linkerkamer. En V5, V6 naar het laterale deel van de linkerkamer. Dus het zijn afleidingen die naar een bepaald stukje van de hartspier kijken. En op het ECG staat dat meer op alfabetische volgorde, zeg maar, afgedrukt. En dus je moet daar een beetje doorheen leren kijken dat bepaalde van die afleidingen bij elkaar horen. Afleiding 1 en AVL, dat zijn de laterale afleidingen. 2, 3 AVF zijn de onderwandse afleidingen. De voorwandse afleidingen vormen ook groepjes. V1, V2 kijken dus naar het septum, V3, 4 anterior en V5, V6. Naar lateraal. Nou, en hoe ziet dat er dan uit? Je krijgt dus uiteindelijk zo'n ECG te zien, maar hoe hangt dat nou samen met de elektrische activiteit? Nou, hier zie je een kloppend hart, waarbij de elektrische activiteit begint bovenin het hart in de sinusknoop. Dan gaat dat elektrische signaal door het geleidingsweefsel naar de AV-knoop en dan naar de hartkamers. Zo, even langzaam. En dus hier zie je dat het begon met activatie van de boezems. Ja, en als je dan hier het ECG ziet, dan kan je voorstellen dat dat ongeveer afleiding 2 is, die zo van onder, van waar ik nu sta, zeg maar, naar het hart kijkt. En dan zie je als eerste de elektrische activiteit op je afkomen. De boezemactiviteit. Dus dat betekent een positieve P-golf in de onderwand. Het eerstvolgende wat er gebeurt, is dat dat elektrische signaal dat verspringt eigenlijk via dat geleidingsweefsel naar
het apicale septum. En daar wordt het septum geactiveerd van links naar rechts. Dat is zoals de natuur het gemaakt heeft. Zeg maar. En als je dan vanaf hier, waar ik nu sta, kijkt naar dat hart, dan zie je de elektrische activiteit van je afgaan. Dus dat betekent dat je op het oppervlakte ECG een klein kuutje ziet. Een klein signaaltje naar beneden, omdat de elektrische activiteit van mij afgaat. En vervolgens activeert die hele dikke linker hartspier. Die overschreeuwt eigenlijk de rechter hartspier qua elektrische grootte van de vector, zeg maar. Dus die volgende uitslag is een hele grote uitslag naar mij toe. En dat is dus deze positieve golf op het oppervlakte ECG, een grote R. En uiteindelijk activeren die basale gebieden, gaat de elektrische activiteit weer van mij af en zie je dus een S'je van het QRS-complex. En dus zo ontstaat die vorm van het QRS-complex. Het is dus een vector en die heeft een bepaalde richting en die richting bepaalt hoe het ECG eruit ziet. Ja, om straks het ECG goed te kunnen interpreteren is het heel belangrijk dat je alle stappen, dat je alles bekijkt, zeg maar, van het ECG. En daarvoor is het heel belangrijk om het systematisch te beoordelen. Dus op een gegeven moment krijg je heel erg de neiging van kijken of er een hartinfarct is, kijken wat het ritme is en vergeet je daardoor andere dingen. En in de praktijk is het dus heel belangrijk om altijd een bepaalde systematiek aan te houden als je het ECG beoordeelt. Daar heb je verschillende lijstjes voor. En op ECGpedia gebruiken we dit lijstje, dus het 7 plus 2 stappenplan. En waarbij je eerst kijkt, en dat staat ook op het kaartje wat jullie hebben, naar het hartritme, dan naar de hartfrequentie. Dan kijk je naar de geleidingstijden, de hartas, P-topmorfologie, QRS-morfologie, ST-morfologie. Dan vergelijk je het met een vorig ECG, als je dat kan vinden in de klinische praktijk, zeg maar. En probeer je ook een wetenschappelijke of een bruikbare conclusie daaruit te trekken. Begint dus met het ritme. Normaal hartritme, dat is sinusritme, dat komt uit de sinusknoop. En dat betekent dat er een P-golf zit voor ieder QRS-complex. En dat P-top positief is als je vanuit de onderwand kijkt. Want de boezem, de sinusknoop zit boven in de rechterboezem. Die activeert de boezem en dat signaal, als je van onder kijkt, komt dus naar je toe. Dus positieve P-golven in 2-AVF. Dat is dus normaal sinusritme. Nou, zullen we dat vragen nu stellen? Is dit normaal sinusritme? Wie durft daar een uitspraak over te doen of te roepen? Nou, hier iemand op de hoek. Denk je dat dit sinusritme is? Er gebeurt wel heel veel DN-repolarisaties. Ja, er zijn heel veel golfjes. Je moet een beetje zoeken van wat is nou wat. En dit is een typisch AMC-ECG, want er zit heel veel storing in. Dus dat betekent dat plakkers meestal niet zo heel goed vastzitten of elektrische apparaten in de buurt aanstaan. Maar dit is wel sinusritme. Dus dit golfje hier is de P-golf. En die is positief in 2-3 AVF. En dus het is gewoon sinusritme. Is dit sinusritme? Sorry? Nee. Ziet iemand P-golven? Maar voor QRS-complex. Ja, je ziet wel P-golven, hè? Je ziet hier QRS-complex, je ziet P-golven. Zijn die P-golven positief in de onderwand? Dus als je kijkt vanuit AVF bijvoorbeeld, de feed, hè? Afleiding die vanuit de feed naar het hart kijkt, dus van onder naar boven. En dan zie je dat die P-golf negatief is. En dus die P-golf gaat van je af als je van onder kijkt. Dat betekent dat de boezem hier van onder naar boven geactiveerd wordt. En dus dit is een boezemritme. Maar geen sinusritme. Dus zo
kan je dat dus herkennen op het ECG. Dus je kijkt naar die verschillende afleidingen en je kijkt naar welke kant gaat de elektrische activiteit op. Als het geen sinusritme is, dan kan het misschien een ritmestoornis zijn. Dan heb je dus een heel lijstje van ritmestoornissen, dus daar moet je dan over nadenken. Achter op het kaartje staat ook dit figuurtje van de meest voorkomende ritmestoornissen. Dat komt ook later in dit blok aan de orde, daar zullen we nu niet verder op ingaan. Het kan ook dat het wel sinusritme is, maar dat het niet regelmatig aanvoelt. Dus je voelt iemands pols en je voelt poem, poem, poem en dan ineens poem, poem of zo ertussendoor. Ja, dat kan dus zijn dat er een extra slag is. Dat heeft iedereen wel eens. De meeste van jullie zullen dat ook wel eens hebben. En met name als je avondje veel gedronken hebt of zo. Dan komen er misschien wat boezem extra's te stolen uit de boezem. Dus je hebt normaal sinusritme en dan ineens een slag tussendoor. Een extra slag. Of een kamer extra's te stolen. Een groepje hartcellen in de kamer die spontaan tussendoor vuren. Dat kan je dus op het ECG makkelijk herkennen over het algemeen. Omdat een boezem extra systolen geeft een extra kekpegolfje zeg maar, tussendoor met een andere vorm dan de andere pegolven. En een normaal QRS-complex in principe, want het wordt via het normale geleidingsweefsel geactiveerd. Een kamer extra systolen is anders, want daar wordt de hartkamer niet geactiveerd via het geleidingsweefsel, maar van cel tot cel. En dus die heeft een hele andere vorm en is vaak heel breed, omdat dat een hele trage activatie geeft van die hartkamer. Oké, de volgende stap is kijken, dus we waren bezig met die 7 stappen, naar de hartfrequentie. En daar heb je een verschillende methoden voor. Dus het gaat om hoeveel slagen per minuut zijn. Je kan natuurlijk gewoon kijken boven het ECG of op de monitor, want daar staat het vaak en wat de hartfrequentie is. Maar het punt is dat de computer soms niet goed telt, omdat bijvoorbeeld als er een hele grote T-golf is, dat hij dubbel telt. Of andersom heb je ook als het te klein is, de QRS-complexen, dat hij niet goed telt. Dus je moet het wel ook zelf kunnen. En daar heb je verschillende methoden voor. Nou, het is erop gebaseerd dat dat ECG-papier, oorspronkelijk al door Eindhoven, die glasplaat dan, die ging 25 mm per seconde. En dus de x-as van het ECG is eigenlijk de tijd. Dat betekent dat je een hokjesindeling hebt op het papier, waarbij een klein hokje 1 mm is en dat is gelijk aan 0,04 seconden. 25 mm per seconde, 1 mm is 0,04 seconden. Je hebt ook grote hokjes, dat zijn 5 kleine hokjes en die zijn 0,2 seconden qua tijdsduur. Nou, als je dat weet, dan kan je de hartfrequentie bepalen op het ECG. En een makkelijke methode om in de praktijk te gebruiken is de aftelmethode. Dat betekent dat je op zoek gaat naar een QRS-complex dat op een dikke lijn zit. Maakt het makkelijker. En dan tel je het aantal grote hokken naar het volgende QRS-complex. Dus als nou het volgende QRS-complex op deze dikke lijn was gekomen, en dan zat er tussen die twee QRS-complexen 0,2 seconden. Dat betekent dat als je 60 seconden in een minuut hebt en 0,2 seconden tussen twee hartslagen zit, dus dan heb je 5 hartslagen in een seconde en in een minuut dus 300 hartslagen. En dus als op deze dikke lijn het volgende QRS-complex was gekomen, dan was de hartfrequentie 300 per minuut. Nou, als die hier was gekomen, was die 150, hier 100, hier 75, hier 60 en hier 50. En dus dat rijtje moet je dan even van buiten leren. Maar als je dat eenmaal weet, dan kan je dus heel makkelijk zonder rekenmachientje of lineaaltje de hartfrequentie bepalen op een ECG dat je voor je krijgt. Het staat ook op het kaartje. Op het kaartje staat ook wel een lineaaltje voor als je dat wil gebruiken. En hier een voorbeeldje. Wat is hier de hartfrequentie? Dus je telt grote hokjes, je pakt een QRS-complex, bijvoorbeeld deze of die, op een grote dikke lijn. En dan tel je 300, 150, 100, 75, 60, 50. Dus het zit ergens tussen de 60 en de 50. Dus
57 of zo per minuut. Oké? De volgende stap is de geleidingstijden. He, dus je hebt PQRST-complex, daar hebben we het net al over gehad. En daar kan je bepaalde tijden in bekijken. Dus de PQ-tijd bijvoorbeeld, he, de tijd van het begin van de boezemactivatie naar het begin van het QRS-complex. In het Engels heet het vaak PR-interval, maar het is precies hetzelfde. Dan het QRS-interval, dat is de duur voor de activatie van de hartkamers. En het QT-interval, dat is de duur van het begin van de activatie van de hartkamers tot het einde van de repolarisatie. Dus tot ze weer klaar zijn voor een volgende hartslag. Een normale PQ-tijd is tussen de 0,12 en 0,20 seconden, dus tussen de 3 en 5 kleine hokjes op het ECG. QRS-interval is normaal onder de 0,10 seconden, dus 2,5 klein hokje. Tot 0,12 kan ook nog. En daarboven is het te lang in ieder geval. En het QT-interval, dat is normaal ongeveer rond de 450 milliseconden. Ja, als de QRS-duur te lang is, dus als de activatie van de hartkamers te lang duurt, kan dat komen door een bundeltakblok. En dat is een belangrijk ding op het ECG, omdat dat de rest van de interpretatie heel sterk beïnvloedt. Dus het kan zijn dat die bundels, dat de elektrische geleidingswezen, dat die vertraagd zijn. Dus dat er een sprake is van een linker bundeltakblok of een rechter bundeltakblok. Ja, hoe herken je dat nou op het ECG? En je ziet ten eerste dat het QRS-duur verbreed is, dus dat het meer dan 3 kleine hokjes breed is. En daarnaast is er dus een afwijkende vorm van het QRS-complex. En daarbij helpt het om dat te interpreteren, om te kijken naar afleiding V1. V1 die zit rechts van het sternum, dus die kijkt vanaf rechts naar het hart. En kijk dan in V1 naar waar de laatste elektrische activiteit naartoe gaat. En dus je kan je voorstellen dat normaal gesproken activeert het hart de rechterkamer en de linkerkamer tegelijkertijd. Als er bijvoorbeeld een rechter bundeltakblok is, dan activeert het hart. De linkerhartkamer is al klaar met activatie. En de rechter nog niet, want de rechterbundel was vertraagd. En de rechter, door het rechter bundeltakblok is dus de rechterkamer pas laat. En dan kijk je vanuit V1 naar het hart. En dan zie je dus als laatste elektrische activiteit in V1 een elektrische energie, de vector, zeg maar, naar je toe komen. Dus dat betekent een positieve uitslag in V1. Andersom, als je een linker bundeltakblok hebt, is de rechterhartkamer al klaar met activeren. De linkerhartkamer wordt als laatste geactiveerd. Als je kijkt vanuit V1, zie je de elektrische activiteit van je afgaan. Nou, het ziet er dus op het ECG zo uit. Kijk naar afleiding V1. Een rechter bundeltakblok eindigt met een positieve uitslag boven de basislijn. Dat is dus de activatie van de rechterhartkamer. En een linker bundeltakblok eindigt met een diepe negatieve uitslag. Activatie van de linkerhartkamer. Die dus van je af, kijkend vanuit V1, van je af gaat bij de elektrische activatie. Hier dus op het oppervlakte ECG, kijk in V1, dan zie je dat zo. Een linker bundeltakblok is veel belangrijker dan een rechter bundeltakblok. Een rechter bundeltakblok dat heeft 5-10% van de mensen vanaf de geboorte. Ook hier in de zaal zullen veel mensen dat misschien hebben straks als jullie met practicum een ECG gaan maken. En dat heeft een normale prognose als je dat vanaf de geboorte hebt. Een linker bundeltakblok is bijna altijd een teken van een hartziekte. Dat is dus een veel belangrijker afwijking op het ECG. En dus ook belangrijk om te herkennen daardoor. Dus dat was net linker bundeltakblok, dit is de rechter bundeltakblok nog een keer. Nou, hier een voorbeeld. Nou, de projector is niet heel scherp. We kijken in afleiding V1, is dit nou een rechter bundeltakblok of een linker bundeltakblok? Hier zie je afleiding V1. Kijk naar de elektrische activiteit. Linker bundeltakblok, heel goed. Dankjewel. En wat is dit voor een ECG?
een linker of een rechter bundeltakblok. Niet heel lastig. Ik hoor hier al het goede antwoord. Hè? Het is een rechter bundeltakblok. V1, laatste elektrische activiteit gaat naar boven. Hè? Dus naar V1 toe. Dus een rechter bundeltakblok. Je ziet hier ook een T-golf, die telt dus niet mee. Hè? Dus dat is de T-golf, niet het QRS-complex. Het QRS-complex houdt hier op. Oké, de vraag. Het verschil tussen T-golf en T-top is eigenlijk, er is geen verschil. Dus die, is hetzelfde ding. Maar het hangt ook af van waar je mist. Je bedoelt of het omhoog gaat of naar beneden misschien. Ja, dus je kan positieve T-golven verwacht je in alle afleidingen behalve AVR en V1. Dus daar zijn meestal negatieve T-golven. En meestal staat de T-golf in dezelfde richting als het QRS-complex bij een normaal ECG. Maar dat telt niet, geldt niet bij bundeltakblokken. Daar komen we straks nog op terug. De QT-tijd, dat is ook een van de onderdelen van de geleidingstijden, of in ieder geval de tijden. Die staat ook boven het ECG, want die heeft de computer voor je uitgerekend. Maar dat is een belangrijk ding om altijd te checken. Omdat de QT-tijd van belang kan zijn bij medicijnen. Dus dit is, je hebt een aantal medicijnen die werken QT-tijd verlengend. En kunnen kamerritmestoornissen en plotse hartdood veroorzaken. Met name sommige antibiotica, sommige psychiatrische medicijnen. En er is dus heel veel nadruk op dat jullie dat goed kunnen. Omdat je kan hangen als je het niet goed kan, zeg maar. Als je iemand doodgaat doordat je QT-verlengende medicijnen hebt voorgeschreven en het niet hebt gecheckt. Het vervelende van de QT-tijd is dat die afhankelijk is van de hartfrequentie. Dus als je hartfrequentie omhoog gaat, als je gaat sporten of je loopt de trap op, dan wordt je hartfrequentie hoger en dan wordt je QT-tijd korter. Want in dat is een fysiologisch principe van hartcellen. Dat als je een hogere hartfrequentie hebt, dat je QT-tijd korter wordt. En je kan je voorstellen dat als hartcellen sneller achter elkaar geactiveerd moeten worden, en dat ze dan ook sneller klaar moeten zijn voor de volgende hartslag. Ze hebben zeg maar haast. Dus de QT-tijd wordt ook korter. Dat maakt dat het dus niet zo makkelijk is om een normaal waarde van de QT-tijd aan te geven, want die is frequentieafhankelijk. Daarom heb je een gecorrigeerde QT-tijd, een QT-tijd die je corrigeert voor de hartfrequentie. En dat gebeurt op deze manier, dus de corrected QT-tijd is de normale QT-tijd gedeeld door de wortel van het RR-interval. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar als je een hartfrequentie hebt van 60 per minuut, dan is het hoeveel seconden is dan het RR-interval? Dus je hebt 60 slagen per minuut, 60 seconden in een minuut. 1 seconde tussen de hartslagen. De wortel van 1 is ook 1. Hè? Dus bij een hartslag van 60 per minuut is de QT-tijd gelijk aan de QTC-tijd. Maar als je hartfrequentie omhoog gaat, hè, dus dan wordt het RR-interval korter, dan krijg je dus een correctiefactor voor de QT. Nou, op het lijstje of op het kaartje staan ook normaal waarde bij verschillende hartfrequenties. Maar bij een ECG moet je dat dus altijd even checken of, dat, of die QTC-tijd binnen de norm valt. En dat is ongeveer 450, 460 milliseconden. Het moet onder de 450, 460 milliseconden zijn, dan is het oké. Als het daarboven komt, dan kom je in een risicogebied. En met name bij veel hogere QTC-tijden, bijvoorbeeld 480, 500 milliseconden, dan moet je echt voorzichtig gaan zijn met QT-verlengende medicatie. Omdat dat een lastig rekensommetje is, heb je ook nog wat andere trucjes. En eentje is eyeballing, heet dat. Dan kijk je naar het ECG, dan zie je de T-golf. Als die nou klaar is voor het punt halverwege 2 RM, dus je hebt hier de lijn tussen 2 QRS-complexen, als je daarvoor al klaar bent, dan is het meestal wel oké.
als je voorbij dat punt reikt, hè, als de T-golf daar voorbij komt, dan moet je gaan nadenken of er misschien sprake is van een verlengde QT-tijd. Dus dat is een trucje om het in de praktijk wat makkelijker te maken. Zijn daar vragen over? Gaan we naar de volgende stap van de 7, dat is de hartas. De hartas is, geeft aan in welke richting de gemiddelde elektrische activiteit staat. Dat is een beetje een lastig begrip altijd. Raken mensen nog alles verward als ze dit moeten bepalen. En je kan je voorstellen dat al die hartcellen, die hebben een actiepotentiaal en die zijn in een bepaalde richting geactiveerd. En al die kleine vectortjes opgeteld, die maken een soort gemiddelde vector. En dat wil zeggen dat als de hartkamers activeren, dan is de rechterhartkamer, de linkerhartkamer is geactiveerd. Die is veel dikker dan die rechter. En dat betekent dat gemiddeld de hartas ongeveer zo staat. Die wijst in de richting van die linkerhartkamer, want die is dikker dan de rechter. En zoals het hier staat. Om de hartas te bepalen, is het makkelijkste om te beginnen door om te kijken naar afleiding 1 en AVF. Dus afleiding 1, die hadden we gezien, die kijkt vanaf de linkerarm, linkerkant naar het hart. En afleiding AVF, die kijkt vanaf de feet, van de onderkant naar het hart. Als je in afleiding 1 de elektrische activiteit naar je toe ziet komen, dan weet je dat die hartas links van het midden staat. Dus je kijkt vanaf afleiding 1, je ziet gemiddeld de elektrische activiteit naar je toe komen, dan weet je, de hartas staat links van die middellijn. En dit is dan wat je ziet, is een positief complex, want de elektrische activiteit komt naar je toe in afleiding 1. Als je op hetzelfde moment in afleiding AVF zo'n isoelektrisch complex ziet, waarbij dus het oppervlakte boven en onder de basislijn ongeveer gelijk is, en dan weet je dat die dwars op afleiding AVF staat. En dat betekent dat de hartas horizontaal is. Dus dan staat die naar links gericht horizontaal. Als je vanaf de andere kant zou kijken in datzelfde moment, dan zou je een negatief complex zien. Dus je zou alle elektrische activiteit van je af zien gaan. Nou, hier zo'n voorbeeld, hè, dus een horizontale hartas, positief in 1... isoelektrisch en AVF. Je hoeft voor de hartas nooit naar de voorwandsafleidingen te kijken. En als je alleen maar naar 1 en AVF kijkt, kom je er meestal al uit. Dus dit is een horizontale hartas. Even kijken waar mijn dingetje is. De hartkas kan ook anders staan. En dus als hij bijvoorbeeld naar beneden staat, en dan zie je in AVF een heel positief signaal en in 1 een isoelektrische afleiding. Nou, dit gebied, wat ik nu aangeef, dat is allemaal dat groene, zeg maar, dat is allemaal normale hartkas. Dus dit valt allemaal onder normaal. Dus als afleiding 1 en AVF allebei gemiddeld positief zijn, dan hoef je niet meer na te denken, want dan is het een normale hartas. Als je nou hier komt, dan is de vraag, is het nog normaal of is het een linkerhartas? In dat geval kan je kijken naar afleiding 1 en AVF. Je ziet afleiding 1 is positief, hè, hier. En afleiding AVF is isoelektrisch, maar begint negatief te worden. Als AVF dus negatief wordt, dan moet je afvragen, is het misschien een linkerhartas al? En dan kijk je naar afleiding 2. Die gaat je daarin helpen, want die staat namelijk precies 90 graden op dat punt waarbij de hartas links wordt, namelijk min 30 graden is deze lijn. Kijk in afleiding 2, als die ook negatief is, dus 1 was positief, AVF was negatief, afleiding 2 ook negatief, dan zit je in het rode gebied en heb je een linkerhartas. Nou, de andere veel voorkomende variant is dat je een rechterhartas hebt.
dan is AVF positief en afleiding 1 negatief. Dus dat is ook makkelijk te herkennen. Dus alleen met die drie afleidingen, 1 AVF en soms ook 2, kom je er eigenlijk altijd uit. Zometeen. En nog even de oorzaken van een hartasdraai. Een linkerhartas kan zijn bij een linkerbundeltakblok, want dan is de linkerkamer als laatste geactiveerd. En dat trekt die hartas zeg maar heel erg naar linksboven. Het kan komen door een onderwandinfarct, dus gewoon minder elektrische activiteit aan de onderkant. Daardoor draait de hartas naar links. Linkerventrikelhypertrofie of een pacemakerritme kunnen ervoor zorgen. Dat als je een pacemaker hebt aangebracht bij de patiënt en je activeert het hart vanuit de rechterhartkamer, dan krijg je ook een linkerhartas omdat het hart van onder naar boven geactiveerd wordt. Een rechterhartas kan hetzelfde idee, rechterventrikelhypertrofie, COPD met rechterkamerdilatatie. Maar het meest voorkomend is een draadverwisseling van de linker en de rechterarm. Want dat gebeurt heel vaak in de praktijk. Wat is hier de hartas? Is die normaal links of rechts, is de vraag. Dus kijk naar afleiding 1, kijk naar afleiding AVF. Ja, linker hartas, dus hij is positief in 1, negatief in AVF, negatief in 2, dus het is een linker hartas. En wat is hier de hartas? Ja, rechter hartas, hij is negatief in 1, positief in AVF, en dus positief in AVF betekent onder de horizontale lijn, nee. In dat gebied, een negatief in 1 betekent dat je in dit kwadrant zit. Dus het rechter kwadrant. Vragen daarover? Oké. Volgende. P-topmorfologie. Hierbij is met name de vraag, is er rechter of linker boezemdilatatie? Dus je kijkt naar de P-golf. We gaan nu weer QRS-morfologie ST-segment doorlopen, hè, bij de stap 5, 6, 7. Bij de P-topmorfologie kijk je met name, is er rechter of linker boezemdilatatie? En dat uitzicht in een veranderde P-top. Bij linker boezemdilatatie, meest voorkomend, zie je dat de elektrische activiteit die naar de linker boezem gaat, sterker wordt. Dat kan je zien op het ECG door te kijken naar afleiding V1... En die zit dicht bij de boezems van het hart. En daar zie je dan de elektrische activiteit van je afgaan. Want hij gaat naar de linkerboezem toe tijdens de P-golf. En er gaat veel elektrische activiteit van je af. Hè. Dus hoe meer er van je afgaat, hoe groter die boezem, zeg maar. Dus als die meer dan één klein hokje groot is, is de definitie. Die P-golf in V1, de negatieve deel daarvan. Dan heb je linkerboezemdilatatie. Rechterboezemdilatatie, dat zie je doordat je kijkt vanuit de onderwandsafleiding naar het hart en je veel elektrische activiteit op je af ziet komen. Dus een grote P-golf in de onderwandsafleiding, hoger dan 2,5 mm, is een teken van rechterboezemdilatatie. Nou, wanneer zou je linkerboezemdilatatie kunnen krijgen? Wat voor een klepprobleem bijvoorbeeld? En als deze klep hier lekt, dan pompt die bloed ook gedeels terug naar de linkerboezem en dan wordt die groter. En dus zo kan je op het hartfilmpje al herkennen dat iemand misschien een mitralisinsufficiëntie heeft. Dus zo ben je de hele tijd op zoek als MD, als medical detective, naar om het plaatje compleet te maken van je patiënt. De volgende stap is de QRS-morfologie. Dan kijk je, zijn er pathologische Q-golven? Is er linkerventrikelhypertrofie? Zijn er microvoltages? En is de F-topprogressie normaal? Dat zijn de vragen die je daar beantwoordt. Eerste vraag, zijn er pathologische Q-golven? Dat zijn Q-golven die te breed zijn en te diep. Ja, je hebt heel veel verschillende definities voor Q-golf. Maar in ieder geval eentje is dat die meer dan een klein hokje breed is. En meer dan een derde van de R diep is. En dat die in twee
afleidingen te zien zijn die naar hetzelfde gebied kijken. Dus bijvoorbeeld 2, 3 en van het groepje 2, 3 AVF in afleiding 3 en AVF bijvoorbeeld. Als je dat ziet, dan is dat een teken van een doorgemaakt hartinfarct. Dus dat is een belangrijke afwijking op het ECG. Er zijn ook nog wel andere dingen in de DD, maar dat is de belangrijkste. Volgende stap is dat je kijkt naar linkerventrikelhypertrofie. En kijkt of de hartspier te dik is. Dat kan een teken zijn van jarenlange hypertensie. Een aortaklepstenose bijvoorbeeld, een andere oorzaak van een te dikke hartspier. Of heel sportief iemand. Dat zie je doordat de uitslagen op het ECG heel groot zijn. Dus dikke spier, veel elektrische activiteit, grote uitslagen. Met name op de voorwandsafleiding. En daar heb je verschillende criteria voor. Staat ook op het kaartje aan de achterkant. Maar één is dat je de S en V1, dus dat je gewoon kijkt hoe groot is het QRS-complex. Kijk naar de S en V1, hoeveel millimeter dat is. En dat tel je op bij de R en V5. En dan, als dat dan meer dan 35 millimeter is, dan is er sprake van linkerventrikelhypertrofie. Bij jullie is dat vaak zo. Maar dat is ook een leeftijdseffect. Dus dit criterium dat geldt pas vanaf 40 jaar. Dus als je dat zelf op je eigen ECG ziet, hoef je niet te schrikken. Dus S en V1 optellen bij de R en V5. Volgende stap, kijken of er microvoltages zijn. Zijn de QRS-complexen, hypertrofie zijn ze heel groot. Microvoltages zijn ze heel klein. Minder dan 5 mm in de extremiteitsafleiding of minder dan 10 mm in de voorwandsafleiding. Dat is een teken van misschien een infiltratieve ziekte, waardoor de hartspier geen elektrische activiteit meer laat zien. En de laatste stap is kijken naar de F-top progressie. En dan kijk je in de voorwandsafleidingen of de elektrische activiteit toeneemt van V1 naar V6, wat je zou verwachten. En soms afwijkend is bij bepaalde afwijkingen. Zal ik nu niet te veel op ingaan, want daar heb je niet zoveel aan in de praktijk. En de laatste stap, heel belangrijk, de ST-morfologie. Dan kijk je naar het ST-segment. Je hebt hier het QRS-complex. Je hebt ook het J-punt. Dat is het punt waarin het QRS-complex overgaat in het ST-segment. En vanaf het J-punt naar het einde van de T-top, dat is het ST-T-segment. En dat is heel belangrijk als je een acuut hartinfarct wil diagnosticeren. En ook heel veel andere problemen waarbij dat afwijkend kan zijn. Hier zie je de volledige lijst. En waarom is nou bij een acuut hartinfarct het ST-segment afwijkend? We hadden in het begin gehad over die actiepotentialen die elkaar uitbalanceren. Als je een hartinfarct hebt, dan krijg je een stuk hartspier dat steeds minder elektrisch actief wordt, omdat het te weinig voeding en zuurstof krijgt. En dan zie je dat die actiepotentiaal inzakt. En dan krijg je een stroompje van het gezonde weefsel naar het zieke weefsel. En dat uit zich op het oppervlakte ECG en ST-elevatie. Uiteindelijk krijg je een litteken en dan is er geen elektrische activiteit meer in dat gebied. Dan zie je alleen maar elektrische activiteit van je afgaan. En dat was die Q-golf waar we het eerder over hadden. Je hebt in het hart drie belangrijke kansslagaders die alle drie dicht kunnen gaan zitten. En aan het oppervlakte ECG kan je dan een indruk krijgen van welk kansslagvat dicht zit tijdens het acute hartinfarct. Dus hier heb je een voorbeeld van een ECG van een acute hartinfarct. Waarbij je in de voorwandsafleidingen, V2 en V3 met name, enorme ST-elevatie ziet. En daar hadden we het in het begin over, V2, V3, die zitten hier, die kijken naar de voorwand van het hart. Daar loopt de LAD, de linker anterior descending kansslagader. En die zat dan ook dicht bij deze patiënt. Die is meteen naar de katkamer gegaan, katheter via release naar de kansslagader, contrast ingespoten. En dan zie je hier dat die LAD die hier had moeten lopen, hier afgesloten is. Acuut gedotterd en dan is hij weer open. Vroeger waren dat patiënten die drie weken lang lagen te kotsen op de afdeling. En daarna hartfalen hadden en nog geen trap op konden lopen. En als je er binnen 2 uur bij bent met zo'n acute behandeling, dan kan je het soms helemaal niet meer terugzien op het, bij de echo. Dat het hart gewoon normaal pompt naar zo'n hartinfarct.
laatste golfje waar we naar kijken is de T-golf. Een normale T-golf is positief in alle afleidingen. Net die vraag, behalve AVR en V1. En ook in 3 mag die negatief zijn. Dus dat is normaal wijst hij dezelfde kant op als het QRS-complex. Hij kan ook afwijkend zijn. En dan heb je specifieke T-top afwijkingen. Die wijzen op een bepaalde diagnose, bijvoorbeeld hyperkaliëmie. Een repolarisatievariant, dat zie je bij jonge mensen nogal eens. Is niet pathologisch, maar wel typisch. Bij ischemie kan je zo'n negatieve T-golven krijgen. Bij linkerventrikelhypertrofie kan je strain krijgen. En dat kan verlengd zijn, zoals bij een verlengde QT-tijd. Het kan ook aspecifiek afwijkend zijn. En dan zijn ze wel niet normaal, maar heb je er niet zoveel aan, want het wijst niet op een bepaalde diagnose. En dus dat zie je heel vaak terug op het ECG. Maar dat helpt het je niet om een diagnose te stellen. Nou, dat waren de 7 stappen. De laatste stappen is de stap om het te vergelijken met een oud ECG, want het kan enorm uitmaken of iets nieuw is of oud. Bijvoorbeeld een linker bundeltakblok dat nieuw ontstaan is bij pijn op de borst, is reden om acuut naar de katkamer te gaan om het te dotteren. Maar als het er al 10 jaar was, dan heb je er niet veel aan deze informatie. Dus dat kan heel veel uitmaken of het een nieuwe afwijking is of niet. En als laatste moet je een conclusie trekken. Dus jullie zijn geen verpleegkundigen, maar jullie zijn artsen. Dus je moet niet alleen maar opsommen wat de afwijkingen zijn op het ECG, maar je moet ook proberen om daar een conclusie uit te trekken, om een totaalbeeld te maken voor die patiënt en een plan wat je ermee moet. Oké, dat was het. Je kan altijd op de website kijken als je later vragen hebt, of als je co-assistent bent straks en je wil meer weten over ECG's. Kijk dan op ECGpedia, daar kan je ook dit zakkaartje printen als je het kwijt bent of ze bestellen. En je mag altijd mailen als je vragen hebt over het college of ECG's in het algemeen. De presentatie staat ook op YouTube en op de Blackboard. Dankjewel.